Goedemorgen, middag of avond. Het is weer de eerste vrijdag van de maand en we gaan weer een wedstrijd analyseren. Deze wedstrijd is van dikke maand geleden, namelijk 1 juli. En jullie hebben het misschien al begrepen, want ik zei we. Ik ben niet alleen, naast me zit Zeger. Zeger, welkom. Dankjewel. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Zeger, ik ben 26 jaar. Ik heb 3 jaar op elite niveau gereden. Heb 2 jaar een pauze ingelast. En ik ben nu weer lekker fanatiek bezig. Ik probeer 3 keer in de week weer te gaan fietsen. En er is een stijgende lijn weer. Dus dat is wel heel motiverend om te doen weer. En dat was dan dus 2 maanden echt volledige rust, hè? Helemaal niet op de fiets gezeten. 2 jaar, ja. Sorry, ik zei twee maanden. Ja. Maar 2 jaar. 2 jaar echt de fiets niet aangeraakt. Of in ieder geval, wat zal het zijn, 5 of 6 keer. En dit was de 3e week of de 4e week, zoiets? Ja, ik denk 4e week, ja. Ja. En de 3e wedstrijd. De 3e wedstrijd op één land, na 2 jaar weer. Dus dat is flink aanpakken. Dus zeg maar, het niveau was er nog niet, maar de inzicht, die heeft Zeger gewoon. Dus daarom is het best wel een interessante analyse, denk ik. Ik wist dus ook dat ik bij deze aanval niet hoefde mee te springen. Nog vroeg in de wedstrijd. En waarschijnlijk wordt dit weer teruggepakt. Tenminste, dat had ik in mijn hoofd. Ja, er reden 2 man weg, maar toen reed er 1/3 naartoe. En toen dacht ik, er zaten 2 man bij die best wel veel werk deden. En ik dacht van, dit kan best wel gevaarlijk worden. En bovendien wil ik weg. Dus ik denk van, ja, laat ik maar gewoon mee zitten. En ja, je weet nooit hoe lang je weg kunt blijven. En hier zie je dat degene die net dacht die op kop aan het rijden was, die komt er nu achter dat er een kopgroep eigenlijk weg was, waar hij nu ook niet meer deel van uitmaakt. Ja. Dus we zijn met z'n 3 weg. Ja, en je ziet natuurlijk, dit is 13 ronden voor het einde. Dat kun je ongeveer weten als je op de tijd let. Als je sterk genoeg bent, kun je met zo'n kopgroep meespringen en kijken waar het strandt. Dat is altijd het proberen waard. Je weet nooit of het peloton wil gaan rijden of niet. Hangt ook af van de grootte van het peloton, maar in dit geval was het peloton heel klein. Dus ja. 15 man denk ik dat het was. En veel jonge renners. Ja, veel jeugdrenners. Dan gaan wij vervolgens, dus ja, hangt heel veel af van de samenwerking in zo'n groep, of dat een beetje gaat lukken. Maar ik merkte al snel dat iedereen zijn duit in zijn zakje wilde doen. Volgens mij degene die nieuw kop reed en ik deden best wel veel werk. En die nummer 49, die deed iets minder werk, maar die liet het wel gewoon mooi doordraaien. Dus dat is gewoon heel belangrijk voor een goede samenwerking. Dus dat vond ik heel fijn. Ik weet niet hoe het daarachter in het peloton was, want daar zat ik niet. Maar jij zat er wel zeker. Ja, klopt. Ja, dat was lastig. Er rijdt een groepje weg. En zoals al op het begin aangegeven. Op één land is het gewoon lastig om samenwerking op gang te krijgen. Er werd wel gereageerd, maar dan werd er weer gestopt. En er ging weer iemand anders. Maar het was nooit sterk genoeg om echt naar deze kopgroep toe te rijden. Dus ja, dat was een lastige situatie. Als je mee wil doen met zo'n kopgroep, dan moet je toch echt mensen verzamelen om je heen die mee willen aanvallen, waarvan je denkt dat je dat kunt doen. Dus dat heb ik ook geprobeerd. Een aantal jongens, gaan jullie mee om toch naar die kopgroep te springen? Want ik zie dat ze nu toch wel veel ruimte krijgen. En op een gegeven moment moet je afweging maken. Ga ik er nu naartoe springen of laat ik ze rijden? En waag ik het om de anderen het werk te laten doen? Maar uiteindelijk zelf besloten om met een paar anderen de sprong naar de kopgroep te maken. En dat lukte dat vrij snel of duurde dat een aantal rondes voordat jullie... Dat duurde denk ik 2 rondes of zo, 2,5 ronde. We gingen ook wel echt wel aardig doortrappen. En ja, het gelukkig is, maar om dat te horen. het makkelijke is natuurlijk dat we jullie zien rijden. Dus je ziet ook of de afstand minder wordt of groter. Dus dat geeft ook een boost in je moraal. En dan ga je ook harder van trappen. Nou, op een gegeven moment komen jullie terug. En jullie zitten nu denk ik op het moment... Ja, dit moment komen jullie net in ons wiel te rijden. En ja, we zijn dan met z'n 6e. En hoe vond je dan vervolgens die samenwerking gaan? En hoe ik reed en hoe jij reed, wat vond je daarvan? Er is natuurlijk een verschil in conditie. Je hebt al veel meer kilometers gemaakt, ook veel meer wedstrijdkilometers. Dus jij kan ook iets meer smijten met je energie. Ik probeerde heel behoudend te rijden. Dus ik heb ook de kopbeurten die ik gedaan heb, heb ik heel behoudend gedaan. Ik probeerde veel achteraan de groep gewoon kopbeurten over te slaan. Dus een beetje laf rijden. Maar ja, dat is wel het beste wat je kunt doen met de conditie die je dan op dat moment hebt.
Ja, er waren er een, denk ik 2 of 3 die echt goede beurten reden. Nou, en dat, als dat dan gewoon goed draait, dan is dat ook wel lekker. Ja, wat er kan gebeuren is natuurlijk dat mensen beginnen te zeuren over dat je geen goede beurten draait. Dat gebeurde gelukkig niet, dus ik kon mooi lekker meedraaien af en toe. Ik zat wel 1 keer eventjes naar je te kijken, zo van, wat doe jij nou? Of ik sloot volgens mij bij jou helemaal achteraan, omdat ik denk van, je doet helemaal niks. Ja, maar, ja, klopt. Nee, dat was, ja, je deed gewoon wat korte beurtjes en af en toe skipte je wat. Maar op dat moment moet ik zeggen dat ik wel wat aan ergerde inderdaad. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar goed, je rijdt niet voor de anderen, je rijdt voor jezelf. En je weet zelf waar je grens zit in zo'n kopgroep. En ik had natuurlijk de inspanning gedaan om überhaupt in de kopgroep terecht te komen. Ja, en na 2 jaar niet koersen is het herstelvermogen wel wat minder dan normaal gesproken. Maar doordat we op deze manier samenwerkten en dus iets meer beurten skipten en zo, ging de snelheid wel wat omlaag. Want er was minder vertrouwen ook. Ik reed ook minder hard. Ging ook minder hard op kop rijden, omdat ik gewoon denk van ja, stel je voor dat ze gewoon echt zitten te bluffen, dan wil ik wel wat overhouden. Ja, ja, klopt. Ja, dat is een gok die je neemt. Sommige kopgroepen valt het dan echt helemaal stil. Gelukkig viel dat hier ietsjes mee. Bleven we zo rond die 40 km per uur rijden. Nou wisten we natuurlijk, hadden we in onze achterhoofd dat er in het peloton niet heel veel goede renners nog zaten. Die dat even dicht gingen rijden. Dus konden we dat ons wel permitteren. Hier pakken we trouwens een gedubbelde renner terug, dus die was niet vooruit. Maar dat heeft wel, ja, dat was volgens mij wel een beetje invloed op de kopgroep. Want tot dat toe, ja, het was niet ideaal die samenwerking, maar we werkten nog redelijk wat samen. En hierna gaan de gaten beginnen te vallen. En het is eigenlijk ook een klein beetje mijn schuld, want, nou ja, goed, let maar eventjes op. Ik ga hier van kop af. En eigenlijk normaal gesproken sluit je dan natuurlijk achteraan de groep aan. Maar in dit geval had ik voor die gedubbelde renner moeten zitten, ja, natuurlijk. Ja. Want die hoeft niet meer mee te doen in het koersverloop. Nee, maar die is ook niet zomaar gedubbeld. Ja, dat ook. Geen goede benen meer had. Of niet goed kan koersen, dat kan ook natuurlijk. Dus ja, je probeert altijd voor zo iemand aan te sluiten. Maar omdat ik daarachter ga zitten, gaan andere mensen ook weer achter mij zitten. En daardoor komt deze gedubbelde persoon, die trouwens een hele sterke wedstrijd reed voor de eerste keer. Ja, zijn wedstrijd, die wedstrijd reed. Daardoor moet hij ook een soort van meedoen. En hier zie je dat hij dat ook onder andere bijvoorbeeld niet doet. En dan ontstaan er allemaal gaten. En dat, zo ging het eigenlijk de hele tijd door. Er ontstonden veel meer gaten na dit moment dan voor dit moment, had ik het idee. Absoluut. Oké, dan skippen we even door naar 4 rondes te gaan. Ik ga hier op kop. En ja, het was gewoon. Het was eigenlijk dus de hele tijd dat de gaten vielen en zo. En Zegen rijdt wel in een ander tenue dan ik, maar we kenden elkaar. En dat, ja, het was een soort geheim verbond, eigenlijk incognito teamgenoot. En hier valt een gaatje en Zegen poeft het eventjes dicht. Ja. Want die had natuurlijk de hele tijd niks gedaan. Ja, nee, ik denk als ze wegrijden zit ik er in ieder geval nog bij. En dan hoef ik alleen maar in het wiel te volgen. Maar goed, het viel direct stil. En hier zegt iemand dat ik moet overnemen. En ik ga eigenlijk vol gas kijken hier naartoe. Misschien wel handig om dit moment nog eventjes de helft van de snelheid te zien. Want er gebeurt eigenlijk best wel veel in een paar seconden. Oké, dit is dus dat moment dat die ene renner zegt van ja, help eventjes. Terwijl hij eigenlijk ook nog niet zo heel veel had gedaan eigenlijk. En ik denk van, nou, ik rijd er gewoon in 1 klap naartoe. Dan heeft hij geen voordeel van mij. En dan kom ik bij Zeger in dat groepje. En dan zijn we eigenlijk met z'n tweeën bij dat groepje. Maar daar viel het eigenlijk ook helemaal stil. Dus toen denk ik van, oké, ik ga nog een keer. Dus dan ben ik nog een keer gaan versnellen. En hier zie je ook dat jij het zag. Dat had ik niet per se door. Maar ik zag wel dat jij op kop reed. Dus ik denk, nu kan ik gaan. Ja, en ik zag dat ze achter jou de benen stil hielden. Dus ik stuurde ook meteen naar rechts uit. Zodat niemand er nog achteraan kon springen. En ik hield mijn benen stil. Dus je had ook meteen een gat te pakken. Oké, dit is een paar rondes later. En ik ben
weggebleven, tenminste tot nu toe. Ik dacht eigenlijk dat, we nog twee rondes moesten, maar we moesten er nog vier. Dus het was een beetje moeilijk met indelen af en toe. Maar hier komen de A's, dus de A-groep, die dus ook tegelijkertijd een wedstrijdje reed, die kwamen ons inhalen. En ik dacht heel eventjes dat de B-groep misschien wel aangehaakt was, omdat het bijna het einde van de wedstrijd was, dat ze eventjes waren aangehaakt bij de A's. Het was helemaal niet zo, toch? Nee, dat was zeker niet zo. Nee, wij lieten meteen de A-groep gaan. Ja. Omdat het dus op de dinsdagavond niet mag. Ja, dus ik voel me best wel schuldig nu hierdoor. Maar hier had ik had het al vrij snel door dat ze dat niet hadden gedaan. Dus ik denk, ik blijf gewoon volgen als rijden. Maar ik ga niet in hun wielen rijden, zeg maar. Dus ik kies expres de kant van de weg waar zij niet rijden. Ja, en je houdt goed je wattage omhoog. Terwijl je alleen rijdt, is altijd heel belangrijk. Dat je gewoon strak wattage rijdt. Dus dat doe je heel goed. Ja, het was op zich ook wel fijn om de A's langs te hebben rijden. Eigenlijk om twee verschillende redenen. Ten eerste, zelfs al ben je er niet mee bezig om bij hun in het wiel te gaan zitten. Je hebt altijd voordeel van een beetje slipstream achter hun. Rijk in dit geval ook weer. Rijk ook weer naartoe. En aan de andere kant was het ook nog eens mentaal heel fijn, omdat er een aantal mensen waren die ik kende en die mij ook wel gunden, dus die mij ook wel aanmoedigden. Ja, kijk, zij hadden natuurlijk niks te verliezen van dat nee. Ik op kop reed. Dus dat was ook wel heel fijn. Überhaupt fijn om mensen voor je te zien fietsen, waar je op kan afstellen. Dan als dat je alleen moet fietsen en je bent alleen maar aan het afzien en je ziet niks voor je en je durft niet achterom te kijken. Ja, ja. Ik denk dat ik sowieso wel wat dieper kon ook daardoor nog in die laatste ronde. Ik was echt helemaal dood aan het eind van die ronde, ja. Moet ik wel zeggen. Ja. Want, skippen we een heel klein stukje door. Maar hier kom ik over de finish en heb ik dus gewonnen. Glorieus moment, geweldig. Hoe ging het daarachter eigenlijk? Nou, wij werden, omdat wij stil vielen eigenlijk, werden wij nog bijgehaald door een groepje die uit de peloton ook was weggereden. En daarmee zijn we naar de finish gereden. En uiteindelijk werd ik nog tweede in de eindsprint. Omdat ik dus had lopen sparen, had ik op het eind nog een sprintje over. Maar goed, we hadden jou bijna te pakken. Ik denk dat wij boven op het viaduct waren toen jij over de finish kwam. Ja, kijk, dus, hier zie je al een van die jeugdrenners die gewoon er nu al bij is, zeg maar. Dus zover zaten jullie inderdaad niet achter. Nee, helemaal niet. Maar dit is dus eigenlijk het verhaal van de eerste keer dat ik Eemland won. Want dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus voor mij was dit een heel leuk moment. Ja. De volgende keer hoop ik weer. Of de volgende keer dat zegen wint. En misschien maken we dan wel weer zo'n wedstrijdanalyse. Want ik vond dit best wel leuk. Ik weet niet of jij het leuk vond. Ja, leuk om te doen. Ik hoop ook dat de kijkers van deze video het leuk vonden. Nou, ben jij nou zo'n kijker? Laat dan gerust even weten wat je van deze video vond in de reacties. En als je het leuk vond, vergeet dan niet deze video's even te checken. Je kunt ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet niet altijd blijven fietsen. Doei!